Enlit is een uniek platform wat de hele energiesector binnen Europa probeert samen te brengen. En uiteindelijk alle uitdagingen, maar ook alle mogelijkheden bespreekbaar te maken. En zorgen dat mensen met concrete stappen komen om uiteindelijk die energietransitie te versnellen. We zijn vandaag hier in Rotterdam, aan de Maas, in Blue City. En we organiseren Enlit on the Road. En dat is een nieuw concept wat we afgelopen jaar ontwikkeld hebben. Dit is een nieuwe manier voor ons om te zien wat de regionale ontwikkelingen zijn. Door met mensen echt te spreken, projecten op te zoeken. Maar ook om uiteindelijk mensen bij elkaar te brengen en echt de uitdagingen bespreekbaar te maken. Onze partners hiervoor in Rotterdam zijn onder andere Innovation Quarter, Steden, Gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners en de Port of Rotterdam. En samen werken wij om uiteindelijk het beste uit Rotterdam naar boven te halen en zo te laten zien aan de rest van de wereld waar Rotterdam toe in staat is binnen de energietransitie. De energiesector komt op een dagelijkse basis wel op het nieuws. En dan hebben we het vooral over de gasprijzen die uiteindelijk iedereen aanspreken. En wat natuurlijk heel pijnlijk gaat worden voor heel veel mensen. Maar dat zijn de korte termijn uitdagingen die we zeker goed moeten aanpakken. Maar uiteindelijk is het belangrijkste om de klimaatdoelen die gezet zijn in de klimaatakkoord en de Green Deal, om die uiteindelijk te behalen. Bij onszelf is innovatie belangrijk. Als platform moeten wij blijven innoveren om uiteindelijk de juiste informatie en de kennis bij elkaar te brengen en aan de sector te geven. Binnen de sector zelf is innovatie nog veel belangrijker, want je ziet dat er heel veel strategieën zijn die klimaatdoelen moeten halen. Maar uiteindelijk is het de technologie die uiteindelijk toch geïmplementeerd moet gaan worden om het een en ander te gaan versnellen. En daar zijn ook mensen voor nodig. En dan kom je bij de volgende uitdagingen terecht. Onze ambities en plannen voor de toekomst is om te blijven groeien, te blijven verbinden. Er zijn zoveel mensen die elkaar nog niet hebben ontmoet in deze energiesector, die elkaar zouden moeten ontmoeten. En dat is onze rol. Wij willen dat deze mensen samenkomen, zowel online als op ons evenement later dit jaar.